Dit is de hal van het gemeentehuis van Drimmelen. 2 jaar geleden stond hier nog een grote kerstboom, maar die is wegbezuinigd. In 2011 hebben we een kerntakendiscussie gehad met de gemeenteraad. We hadden altijd een kerstboom hier in de hal en in ieder dorp, alle 6e dorpen, hadden we ook een kerstboom. En die zijn bij die kerntakendiscussie zijn ze wegbezuinigd. Drimmelen is niet de enige die het mes zit in de kerstuitgaven. Een paar voorbeelden. Veghel stopt met het versieren van het dorp en schrapt de kerstbomen. Besparing 9000 euro. De ambtenaren in Alphen-Kaam krijgen geen kerstpakket van 50, maar van 25 euro. Besparing 2500 euro. Kuik en Moerdijk versturen dit jaar geen kerstkaarten. Besparing honderden euro's. Bergen op Zoom bezuinigt op de kerstborrel. Ambtenaren krijgen 1 in plaats van 2 gratis consumptiebonnen. Kerstbomen of niet in het dorp. In Drimmelen zijn de meningen verdeeld. Dat vind ik eigenlijk heel jammer, want het bepaalt ook een heel stuk sfeer in ons dorp. Ja, dat vind ik wel zonde. Het is toch wel heel leuk als het met lichtjes en alles versierd is. Mensen hebben thuis meestal een kerstboom staan. Tussen kerstmis en nieuwjaar is het gemeentehuis meestal dicht. Dus dan denk ik van nou, niet zo bezwaar tegen. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Niet overal is het kommer en kwel. In Roosendaal pakken ze dit jaar juist extra flink uit. Samen hebben de gemeente en de ondernemers 3 ton op tafel gelegd. We hebben sinds een jaar een ondernemersfonds. En vanuit het ondernemersfonds wordt deze fraaie kerstverlichting betaald. Geheel in LED. En ja, dat is natuurlijk een plaatje in de stad. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Ik heb toevallig deze week cijfers gekregen dat bezoekersaantallen van de stad weer oplopen. En ja, we doen er alles aan om de stad zo aantrekkelijk en gezellig mogelijk te maken.